Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Dit is het Excelsior 31 TV Weekjournaal met deze week fysieke en conditionele testen voor de E-jeugd, een sfeerimpressie van de Vriendinnendag, kratje trap en een vooruitblik op Excelsior 31 tegen SC Genemuiden. Maandagavond stonden er conditionele en fysieke testen op het programma voor de E-jeugd, een onderdeel van de samenwerking met FC Twente. We kijken met name een beetje naar de algehele lichaamscoördinatie van de jongens. Dus ze doen een sprinttestje, ze doen een sprongtest. Er zitten een aantal testjes in met balans, maar ook oog-handcoördinatie. Dus het is eigenlijk heel, heel breed, de testbatterij. En hoe hebben jullie deze test opgezet? Hoe gaat het in zijn werking? We hebben twee studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan het werk gezet. Zij nemen de testen af, zij begeleiden ook de testen. De jongens hebben eerst binnen een aantal testen gedaan, gewoon lengte en gewicht meten en ook een zitlengtetest. En daaruit proberen we te berekenen zeg maar, hoe ver ze zijn in hun groei. En die gegevens koppelen we aan de testen hier op het veld. En die worden nu op dit moment dus door de jongens van de HAN afgenomen. Waarom is er gekozen voor deze test? We proberen een beetje een beeld te krijgen van de spelers die in de regio zijn. Dat is zowel van belang voor Twente als ook voor de club zelf, denk ik. Gewoon om te kijken van wat zijn nu de fysieke mogelijkheden van de jongens. Wij gebruiken die gegevens voor onze scouting. En de club zelf die kunnen deze gegevens ook gebruiken zeg maar, voor de interne scouting. We zijn gestart bij vier grotere amateurclubs in de regio, waaronder Excelsior. Daar kijken we dus nu, gaan we gewoon alle eerstejaars E ook doorlichten op fysiek gebied, middels deze testen. Om te kijken van, misschien valt een jongen voetballend nog niet zo op, maar heeft hij wel fysiek heel veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen als een eventuele profvoetballer in de toekomst. Twente die probeert een beetje een samenwerking te zoeken met de grotere clubs in de regio. Ook HAC Hardenberg is daarbij betrokken, Kwik 20, Roda Raalte. Nou, samen met Excelsior vormen dat toch wel de vier grotere clubs met veel jeugd hier binnen deze regio. Als er bepaalde opvallendheden zijn in de testen bij een bepaalde jongen, dan kan er eventueel ook extra aandacht aan besteed worden in de vorm van loopcoördinatietrainingen. Jullie hebben Wieschardt hier bij de jongere jeugd voor dat gedeelte. Dus ja, de resultaten kunnen ze wel op die manier gebruiken ook. Het is wel zo dat de HAN heeft die testen al een aantal jaar gedaan binnen Twente zelf. Dus bij de jongens die al van tevoren geselecteerd, gescout waren. En daaruit blijkt wel, als we die jongens blijven volgen, dat jongens die op bepaalde testen hoger scoren, ook steeds doorstromen naar het volgende team toe. Dus ook voetballend zeg maar bovenuit steken. Dus in die zin hopen we wel dat deze testen ook een soort van voorspellende waarde hebben op dat gebied van welke jongens kunnen het gaan halen en voor welke jongens wordt het toch wat lastiger. Afgelopen woensdag stond de Excelsior 31 Vriendinnendag op het programma. Wij maakten de volgende sfeerreportage. Ik sta hier op de Vriendinnendag van Excelsior 31 en ik sta hier voor Miranda. Miranda, jij bent organisator van het hele gebeuren. Wat is precies de bedoeling vandaag? Wat de bedoeling is? Nou, dat we gewoon zoveel mogelijk meiden natuurlijk lol hebben in het voetbal. En dat we nieuwe meiden erbij krijgen. Ja. En hoe gaan jullie dat vandaag proberen? Want ik zie allemaal dames aan het voetballen. En wat gebeurt er allemaal? Ja, nee, we hebben allemaal oefeningen bedacht. Dus meiden die al lid zijn en meiden die nog geen lid zijn, die zijn nu gewoon die oefeningen samen aan het doen. Ja. Dus gewoon lol maken met elkaar. We zijn vanochtend om 8 uur begonnen met opzet en alles. En vanaf 9:30 zijn de eerste meiden gekomen. En dat waren de jonge meiden tot en met 11 jaar. En nu van 12 tot en met 15. Het hele idee erachter wat Excelsior heeft bedacht is wel heel leuk. Om gewoon samen te zijn. En het is in de vakantie. Dus het is wel, alle kinderen die kunnen wel gewoon doen wat ze willen. En het is wel heel vrij ook. Dat
Er lopen ook heel veel meisjes bij die nog geen lid zijn. Waarom is het zo belangrijk dat die hier komen? Nou, om het hele meisjes- en damesbureau Excelsior nog groter te maken. Ik sta hier voor twee dames die vandaag druk aan het voetballen zijn op de Vriendinnendag van Excelsior. Tiemke en Hinde. Tiemke, ik begin even bij jou, want jij bent nog geen lid van Excelsior. Kun je mij vertellen waarom je hier bent? Ik ben meegegaan met Hinde, omdat zij vroeg mij of ik mee wou en ik vind voetbal op zich wel leuk. Dus dan vind ik het wel leuk als ik dan een keer mee kan. Ik ben er zelf niet bepaald heel goed in, maar ik probeer het en dat is gewoon het leuke eraan. Dat je het gewoon kunt blijven oefenen en dan word je er vanzelf beter in. Hinde, jij vroeg haar mee om mee te gaan vandaag naar de Vriendinnendag. Waarom vind jij het zo belangrijk dat mensen meegaan? Omdat meidenvoetbal, dat bestaat nog niet zo lang, het is wel heel leuk. Dus dat is wel belangrijk, dat er dan meer meiden komen. Ja, dat is natuurlijk mooi. Je bent zelf ik ben als klein meisje ook begonnen met de voetbal. Maar toen was de stap veel groter, omdat ik toen eigenlijk eerst de jongens in kwam. En nu heb je gewoon leuk met de meiden allemaal in één team. En ik denk ook met je vriendinnetjes, dat is mooi om te zien natuurlijk. Is dit dat opstapje wat je dan misschien vroeger als meisje miste? Ja, zeker wel. Het gaat niet om winnen, maar gewoon om plezier hebben met elkaar en gewoon één team zijn. Dat is wel het belangrijkste bij ons dan. Dat de kinderen plezier hebben in deze dag. En het gaat niet om wie de beste is, maar gewoon om samen leuk bezig te zijn. Nou, bij de voetbal is gewoon heel leuk. En er moeten zoveel mogelijk meiden bij Excelsior komen voetballen. Je hoort vaak dat er wordt gezegd voetbal is een mannensport. Nou, jullie zijn twee dames die echt druk zijn met voetbal hier bij Excelsior. Wekelijks op het veld staan. Wat vind je daar nou van? Ik word wel een beetje gek van die stelling. Ik bedoel, in het begin was het echt mannen. Dan had je ballerina's voor vrouwen en voetballers voor mannen. Maar nu denk ik dat het gewoon gemixt kan zijn. Ik bedoel, meisjes die kunnen ook gewoon voetballen. Er zijn ook meisjes die... Ja, vind ik wel. En wat moet er nog gebeuren om de dag geslaagd te maken? Als het zonnetje blijft schijnen, dan is hij geslaagd. Jasper Veldkamp pakte vorige week de koppositie in ons vaste item Kratje Trap. Deze week is het de beurt aan Mitch Stokkentree. Mitch, hoogste aantal punten is 11. Hoeveel ga jij er halen? Ik ga er proberen minimaal 12 te halen. Ik denk als ik wil winnen, dan moet dat ook gebeuren. Dus ik ga mijn best doen. En wat is jouw tactiek? Ik ga proberen een geplaatst een bal te raken. En ik hoop dat ik daarmee de kratjes kan raken. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Mitch, ja. 10 punten. Je had de schoenen van Hielke aan, hoorden we net. Ja. Heeft je dat geluk gebracht of niet? Nou, uiteindelijk denk ik niet. Ik dacht dat ik wel goed begon met dat balletje in de hoek. Maar daarna wou ik van safe gaan. En die gingen mis. En dan de laatste bal probeerde dan toch nog puntjes te pakken om eerst te worden. Maar dat hebben de schoenen niet goed aan gedaan, zeg maar. Dankjewel, Hielke. Dankjewel. Ja, klaar. Dank je. 10 punten voor Mitch Stokkentree. Volgende week zien we Niek Avres. Ja, ik denk toch wel dat sowieso 1 of 2 kratjes wel geraakt moeten worden. Het eerste elftal verloor afgelopen zaterdag van Eemdijk. Er staan nog 3 wedstrijden op het programma. Te beginnen aanstaande zaterdag thuis tegen SC Genemuiden. Ik kijk erop terug als een zeer teleurstellende wedstrijd. 5-3 verlies tegen Eemdijk. Ja, het seizoen is nu wel gespeeld voor ons, lijkt me. Jij bent de tweede helft ingevallen. Wat vond je van je eigen spel? In eerste instantie niet zo heel slecht. Ja, natuurlijk, ik krijg 3 goals om de oren. Ik vond dat ik in balbezit ten opzichte van andere wedstrijden redelijk sterk speelde. Ik veroorzaakte dan wel de penalty. Domme actie. Maar ja, het was gewoon weer een potje verloren. En dat is zonde. Nu is het gewoon helemaal klaar. En dat is balen. Waar lag het nu aan dan dat jullie zaterdag verloren hebben? Want die weken daarvoor zag het er eigenlijk heel goed uit. Ja, we zaten weer lekker in. We waren weer lekker aan ballen. Balletje ging weer rond. We zaten lekker in ons vel. Nog steeds wel. Maar dan zit er zo'n wedstrijd tussen.
En die komt dan hartstikke ongelegen. En nu is het gespeeld, het seizoen. Ja, hoe wordt de draad nu naar afgelopen zaterdag weer opgepakt? Zaterdag ging in Muiden. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan. En we blijven gewoon ons hartstikke stinkende best doen. We gaan proberen nog steeds punten binnen te halen. En we zijn het ook verplicht naar het publiek toe, naar iedereen. En hopelijk pakken we dan nog 9 punten. Ja, je zegt net al, het seizoen is eigenlijk gespeeld. Periodetitel, die kansen zijn verkeken. Hoe groot acht jij nog de kans op een top 5 notering aan het einde van het seizoen? Genemuiden staat 3 punten boven ons. En zaterdag wacht Genemuiden op ons. Dus in principe zou het nog steeds moeten kunnen. En zolang het in theorie nog steeds mogelijk is om bij de eerste 5 te eindigen. En alles is nog mogelijk in theorie. Dus wij gaan ons best doen om dat voor elkaar te boksen. We zeiden net al, zaterdag Genemuiden. Wat weet je van Genemuiden? Ik weet nog in de eerste seizoen zelf dat we daar met 4-0 kansloos eraf gingen. Dat is een zeer slechte wedstrijd van ons. Daar moeten we nu zaterdag maar iets beter aanpakken. We spelen altijd sterk thuis. Tenminste, de trainer heeft ons de statistieken van de week doorgegeven. En daarin zien we duidelijk dat toch al 2/3 van de punten hier thuis worden gehaald. Dus met dat in ons achterhoofd is het natuurlijk iets positiefs. Maar we gaan er gewoon keihard met z'n allen weer knetterhard voor werken om zaterdag die 3 punten hier in reizen te houden. En hoe of wat, dat zullen we van de week met z'n allen bespreken. En dan hopen wij dat we zaterdag om 4:30 met 3 punten staan. Tot zover deze uitzending van Excelsior 31 TV. Aanstaande zaterdag zijn we weer bij de wedstrijd Excelsior 31 tegen SC Genemuiden. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot zaterdag. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reisen.